Welkom, fijn dat u kijkt naar onze serie De Open Samenleving, waarin we elke aflevering met denkers, wetenschappers of bestuurders in gesprek gaan over de coronacrisis. Wat doet de crisis met onze samenleving? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we naar kijken? En tegelijkertijd kijken we ook naar vooruit, naar de toekomst. Hoe gaan we ooit weer open? En welke elementen uit de crisis moeten we meenemen naar de toekomst? Ik ga vandaag in gesprek met Veronique Esman. Ze is sinds 2017 directeur van de Nederlandse GGZ. Welkom, fijn dat u er bent. We gaan het hebben over de coronacrisis. De coronacrisis heeft natuurlijk een enorme impact gehad op alles en iedereen natuurlijk. Zeker mensen, ook psychologisch een enorme impact. Voordat we heel groot naar dat plaatje gaan kijken, kunt u een beeld schetsen van wat het specifiek met mensen doet? Dus mensen die geestelijke gezondheidsklachten hebben, die geestelijke zorg krijgen. Wat heeft het afgelopen jaar met hen gedaan? Nou, het is een heel wisselend beeld wat je ziet. Hè? Mensen die al ziek waren, die hebben soms klachten gekregen die verergerd zijn. Ja. Dus je ziet eigenlijk in zijn algemeenheid dat de mensen die kwetsbaar in de samenleving waren en dan daarbinnen onze groep, dat die soms nog wat kwetsbaarder zijn geworden. Ja. Maar je ziet ook soms de andere kant van het verhaal. Namelijk dat mensen die, en dan heb je het vooral over kinderen, die vaak onzeker waren of die gepest werden op school. Dat die eindelijk even de druk van de jachtige samenleving niet meer ervoeren. En feitelijk wat rustiger werden, misschien wat meer zelfvertrouwen hadden. Dus we zien eigenlijk een heel veelsoortig beeld. Maar over het algemeen is het wel zo dat mensen die al kwetsbaar waren en klachten hadden, dat die vaak symptomen laten zien dat die klachten nog veel erger worden. Ja, en over wat voor klachten hebben we dan voor mensen die misschien iets minder bekend zijn met de geestelijke gezondheidszorg? Nou, bijvoorbeeld in de jeugd kijkt, dan zie je dat tieners die het misschien al wat zwaar hadden. Ja. Dat die, doordat ze thuis zitten en doordat ze alleen maar online les hebben, vaak ook feitelijk geen kinderen meer om zich heen hebben, afzakken en afglijden naar mensen die alleen maar bezig zijn met dat schermpje. En je ziet veel bijvoorbeeld kinderen die daar, en meisjes in dit geval vaak, die eetstoornissen ontwikkelen. En die hadden ze feitelijk al in aanleg. Maar dat wordt dan veel erger. Nou, ja. Je ziet natuurlijk ook kinderen van kwetsbare gezinnen, ik wil bijna zeggen driehoog achter, waar weinig geld is, waar schulden zijn, waar misschien mensen een baan hebben verloren. Kinderen die dan niet naar school gaan, waar je allerlei andere effecten ziet, hè, van kwetsbaar gedrag. En dat komt dan veel meer aan de oppervlakte in zo'n situatie. Hè. Want die kinderen zijn niet meer onder hun vriendjes. Hè. Die kunnen niet meer kletsen met ze en ook leuk spelen en veilig op het schoolplein zijn. Maar je ziet aan de andere kant ook ouderen. Die natuurlijk heel erg veel last van eenzaamheid hebben gehad. Zeker in het begin van de eerste lockdown, hè, waarin we ze, ja, ik zou bijna zeggen, letterlijk hebben opgesloten in verpleeghuizen. Daar word je op zijn minst al niet vrolijk van als je daar naar van de buitenkant naar kijkt. Hè. Maar als je daar binnenin zit en mensen denken, ja, dit zijn mijn laatste levensjaren. Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang kan ik mijn familie niet zien? Ja, dat moet heel beangstigend zijn. Ja. En zeker voor mensen die bijvoorbeeld, wij noemen dat dan met een duur woord, psychogeriatrisch ziek zijn. Dus mensen die dementerend zijn. Ja. Die kunnen het in het begin ook helemaal niet begrijpen. Ja, die snappen gewoon niet wat er aan de hand is. Je kunt het ze ook niet uitleggen en dan komt er vervolgens niemand meer. Hè? Dus dat zijn, ja, we snapten het zelf al nauwelijks, wat er aan de hand was. Laat staan dat je het dan kunt uitleggen ook aan dat soort mensen. Nou, en zo zit er in alle lagen van de bevolking, zitten er mensen die al kwetsbaar waren. Ja. En vaak door deze situatie nog extra kwetsbaar worden. En als we het hebben over hoeveel mensen zijn dat dan? Zijn er een soort cijfers op te leggen van over hoeveel mensen dit gaat? Nee, dat kan je ook hebben. Dat is ook heel lastig te zeggen voor ons. Ja. Hè? Kijk, want ik denk ook dat dat komt omdat er ook nog weer heel veel verborgen leed achter zit. Dus jullie hebben eigenlijk niet iedereen in beeld? Nee. Nee. En dat is denk ik ook wel weer problematisch. Want we weten het niet eens. Wat we wel weten is dat er sinds het begin van de coronacrisis tot aan nu, dat we 74.000 verwijzingen gemist hebben, zo zou je kunnen zeggen. Wat bedoel ik daarmee? Dat er ten opzichte van de normale situatie, pak bijvoorbeeld het jaar 2019, ja, tot en met nu, dat wij, normaal gaan mensen via de huisarts, komen ze bij ons in de GGZ, dat die huisarts 74.000 keer minder heeft doorverwezen naar de GGZ dan daarvoor. Nou wil dat niet zeggen dat dan al die mensen dus heel erg ziek zijn. Maar wat we wel weten is dat er waarschijnlijk, omdat we nu weer een toename zien de afgelopen tijd in de verwijzingen,
dat er nog een heleboel op ons afkomt. Ja, dus mensen die komen later met hun klachten pas bij de huisarts terecht. Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat in het begin van die crisis, hè, van die eerste lockdown, waren mensen ook bang om naar de huisarts te gaan. Ze werden misschien ook wel een beetje ontmoedigd om daar naartoe te gaan. Hè. Die huisarts had het ook druk, dachten ze zelf, en dat was natuurlijk ook zo. Mm-hmm. En mensen dachten, ja, wat doet mijn klacht er nu toe? Het zijn ook geen dingen die je makkelijk voor het eerst online maar eens even met je hulpverlener bespreekt. Nee, nee. Er zit ook best een taboe op voor mensen. Dus waar wij, maar wij weten niet, en daar wordt natuurlijk wel naar gekeken, wat zit hier nou achter en wat komt er nou precies op ons af? Dus want is er een soort patroon dan van de mensen die dan misschien niet naar de huisarts gegaan zijn? Is dat heel random? Is dat heel wisselend? Ja. Of is er een soort bepaalde groep waarvan je denkt, ja, die hebben eigenlijk niet zo goed in kaart, want die meldt zich niet meer. Dus die zijn nu buiten beeld. Ja, vaak is dat ook al wel de groep die je normaal gesproken misschien wat minder in beeld had. Mm-hmm. En dat zijn wel de mensen die wat minder snel aankloppen en die ook eenzaam zijn. Mm-hmm. En doordat we in de coronacrisis mensen elkaar minder zagen en er minder sociale controle was, feitelijk. Ja. Kan je ook nog wel eens dat familielid missen die dan zegt van, hey, moet jij niet eens, of zou je niet eens, of zal ik niet eens met jou? Of de buren, mensen die mensen al lang niet meer hebben gezien. Het valt minder op, hè, in dat opzicht. Dus dat is een groep die we, denk ik, die misten we toch al wel eens. Maar nu nog een beetje extra. Maar nu nog wat extra. En we hebben daar ook bijvoorbeeld met de huisartsen wel het gesprek over gevoerd. Van, moeten jullie daar niet ook eens, het klinkt zo onaardig als ik het zeg, maar wat extra je best voor doen? Ja. Om deze mensen te zien, hè? En bijvoorbeeld zijn er ook mensen van wie je weet dat ze bijvoorbeeld een dierbare zijn kwijtgeraakt in die eerste lockdown. Ja. Hebben partners, hebben familieleden, hebben omstanders, hebben die zich gemeld? Weet je dat? Ben je daar actief naar op zoek gegaan om te vragen hoe het met ze gaat? Maar dan zie je wel ook dat die zorg enorm overbelast is en dat die huisarts ook denkt, ja, ook niet dat nog op mijn bordje. Hè? Dus dat is ook te snappen. Maar dat is echt wel een groep, dus ook qua verborgen leed en trauma. Mensen die zelf COVID hebben gehad, die natuurlijk niet alleen fysieke klachten hebben, maar ook heel erg mentaal. Dat komt er nu steeds wel wat meer bij. Hè? En we zien nu in de laatste weken, daar worden monitors van gemaakt, dat het patroon van verwijzingen weer echt flink aan het stijgen is. Dus nu zitten we eigenlijk weer 12% boven het normale niveau. Dus dat heft elkaar een klein beetje op. Ja, dat heft elkaar op. En ook wel een beetje. We weten niet of die van die 74.000, of dat in een, wij noemen dat dan in een boeggolf, op ons afkomt. En of we het dus in één keer nog heel erg veel meer druk krijgen, dus drukker krijgen. Of dat ook een deel misschien zelf oplost. Hè? En wat ik net al zei, mensen hebben misschien ook, doordat ze de jachtigheid uit het leven is, zijn er natuurlijk ook mensen die daar prima onder hebben gedijd. Hè? De stress van het reizen, thuiswerken. Ja. Dus dat kan ook. Hè? Dus, ja. Maar we hebben dat niet precies in beeld. Nee, dus eigenlijk heeft u met hele andere soort golven te maken dan de medische golf waar we nu, of met in ieder geval een ander tijdspatroon. Ja, we gaan er ook een beetje achteraan. Hè? Ja. Eigenlijk is het wel grappig als je het zo ziet. De eerste golf die gaat natuurlijk in die ziekenhuizen. Nou, slaat die als een bom in, hè, bij de huisartsen. En dan heeft niemand het nog heel erg over de mentale kant van deze crisis. Ja. Maar naarmate dat langer gaat duren en de crisis heftiger wordt en de eerste gevallen uit een COVID-crisis of uit een IC-opname weer terug de samenleving ingaan, of de eerste doden, dan wordt langzaam zichtbaar wat het doet, hè, met de samenleving. Dus het hobbelt erachteraan. Dat klopt. Ja, daar gaan we zo nog wat dieper op in. Ik was nog even benieuwd van toen de coronacrisis voor u persoonlijk natuurlijk ook uitbrak, helemaal bijna een jaar geleden. Dacht u toen van, ja, dit gaat er allemaal nog aankomen. Dus die mentale klap, die komt iets later. Daar hebben we misschien nu nog niet over, maar dat wordt wel heel groot. Nou, om heel eerlijk te zijn, nee. Want als ik het allemaal ook geweten had, weet je, niemand, ik denk dat in het begin iedereen, net als wij ook bij onze organisatie, je denkt in eerste instantie, dat fixen we wel even. Ja, dat is kortstondig. We gaan het even doen. We gaan het even redden. En we moeten zorgen dat die zorgverleners overeind blijven. We moeten zorgen dat we, bij ons was dat dan, als er mensen ziek waren in de instellingen, dat je cohortafdelingen bouwt, dat je die mensen isoleert, dat je steeds meer weet. We moesten zorgen dat de financiële het een en ander geregeld werd. Het was echt, leek ook wel een soort van hands-on iets. Het leek wel een soort project. Heb ik het wel. Maar op een gegeven moment werd het wel iets meer dan dat. Hè? Ja, dus we dachten op het begin, we gaan het wel even managen. Een beetje op z'n Nederlands misschien. We doen dat wel even. Ja, dat fixen we even. En dan na de zomer dan is het klaar. Hè? Ja. En ik denk dat, dat zie je natuurlijk ook in het
in het maatregelenpatroon. Hè. Eerst heel heftig, daarna weer veel losser. En toen dacht iedereen, nou, nu zijn we er misschien, heeft het wel gehad. Mm-hmm. Ja, en dan komt het dus toch nog heel hard terug. Ja. Dus dat zoeken naar wat is het nou, ja, dat hebben wij ook moeten doen. Maar ook, ik denk dat het ons allemaal, het is ons toch overkomen. Ja, dus ja, dat geldt ook voor u. Ja, natuurlijk. En, ja. En we hebben natuurlijk heel veel. U zegt er is wel langzamerhand iets meer een beeld aan te komen van dat het ook een natuurlijk een psychologisch effect hebt en dat het voor mentale klachten kan zorgen. Ja. Vindt u dat we kunnen spreken dat we ons in een mentale crisis bevinden? Nee, dat zou ik wel erg zwaar vinden. Mm-hmm. Maar wat we wel zien is dat deze, het coronavirus en de hele nasleep en het hele effect van COVID, wel de hele aandacht voor mentale gezondheid veel meer in het licht heeft gezet. Hè. Dus zichtbaarder gemaakt. Veel juist. Zichtbaarder gemaakt. En we praten ook hier in het begin van deze crisis vooral en alleen over, ja, we noemen het toch het medische, het somatische stuk. En helemaal niet of veel minder over het mentale stuk. En zo is het eigenlijk in de totale gezondheidszorg, is de focus ook heel vaak op het, nou ja, het herstellen, hè, cureren, herstellen, de huisarts, zorgen dat je naar het ziekenhuis gaat. Daar durven mensen makkelijk over te praten. Dat is gemeengoed, dat vinden we, dat kunnen we vastpakken. Ja. Maar dat mentale, daar zijn we in de normale samenleving ook niet zo aan gewend om dat op de voorgrond te plaatsen of om te weten wat we dan moeten doen. En je ziet dat hier ook gebeuren. Maar wat het heeft gedaan, is het, omdat het zo langdurig is en omdat het ook heel heftig is bij een aantal doelgroepen van mm-hmm. ons, hè, die ook in onze achterban zitten, merk je wel dat de aandacht daarvoor, voor het überhaupt het mentaal gezond zijn, mentaal fit blijven, dat die aandacht nu vele malen groter is dan voor die coronacrisis. Ja. En ik denk ook dat, nou ja, om daar weer uit te komen, dat die nasleep, dat voelt ook iedereen. Je kan niet met je vingers knippen en denken, we gaan weer over tot de orde van de dag. Hè? Want daar komt nog wel een heleboel achter vandaan. En nou ja, ik hoop ook maar dat we dat met elkaar op de agenda kunnen houden. Hè? Ja, want zouden we, ik zat over na te denken en dacht ik, ja, je ziet nog steeds elke dag in de krant dat het gaat over cijfers en het gaat over mensen die ziek zijn en over mensen die overleden zijn. En dacht ik, ja, je zou ook kunnen kiezen voor cijfers van mensen die psychologisch nog moeten recoveren van COVID of die misschien met rouwverwerking te maken hebben of een burn-out hebben. Die cijfers lees ik nog steeds niet in de krant. Nee. Dus zou daar in die zin nog niet veel meer te winnen zijn om dat nog veel zichtbaarder te maken? Ja, voor een deel wel, hè. Kijk, en dat doen wij bijvoorbeeld op het terrein van jeugd, hebben we dat heel inzichtelijk gemaakt. Want dat mm-hmm. is denk ik ook de groep die het hardst getroffen was als je kijkt naar onze achterban. Hè? Dat hier wel cijfers die je echt de schrik om het hart doen slaan. Maar ik denk daar zal ook steeds meer onderzoek naar gedaan worden. Om te kijken van, maar je ziet, kijk, wat we gaan zien is dat de ziekteverzuimcijfers, daar krijgen we steeds meer inzicht in. Hè? Mensen van zorgpersoneel, maar ook mensen die gewoon hun baan kwijt zijn geraakt. Of, en dat gaat er ook nog aankomen, naar mensen die hun horeca-onderneming onderuit zien gaan. Ja. En dat niet durven zeggen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog helemaal niet durven zeggen, ik ga het niet redden. Dit gaat niet redden. Ja. Want dat is natuurlijk, dan weet je zeker dat je het niet gaat redden. Dan komen mensen volgende week ook niet naar je toe. Nee. Ja, dus reisbranche. Er zijn nog zoveel mensen die het niet durven zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat er, nou ja, maar het zou goed zijn om inderdaad daar veel systematischer aandacht aan te gaan besteden. En tegelijkertijd als je dat ook heel veel in beeld brengt. Ik ben ook altijd denk, ja, je moet daar ook voorzichtig mee zijn. Net zo kwetsbaar bedoeld. Het wakkert ook dingen aan. Ja. Want je wil mensen ook niet het verdriet aanpraten. En je wil het ook niet. Dus dat is een tere balans, denk ik, waar je het over zou moeten hebben. En denkt u dat in de manier waarop de maatregelen gemaakt worden, degene die dat besluiten, dat er genoeg aandacht voor deze kant is? Ik zat te denken, bent u wel eens gevraagd om aan te sluiten bij het OMT, om eens mee te praten over hoe we dit nu aan moeten pakken? Nee, maar ook hier zie je wel dat er steeds meer gedurende de tijd aandacht is voor de effecten die de maatregelen, die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Wij zijn niet gevraagd om aan te sluiten, vind ik ook niet zo erg, maar ik ben al lang blij dat we goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen, en steeds meer ook, dat naarmate die maatregelen langer duren, de effecten ook heviger en dieper zullen zijn bij bepaalde groepen. En dat je dus echt heel goed moet afwegen. En dat lijkt me ook vreselijk moeilijk om dat goed af te wegen. Mm-hmm. Wat het juiste moment is om wat te doen. Hè? Ja. Maar het is wel in beeld. En dat was het in het begin helemaal niet, zegt u. Ja. Nee.
Maar dat is ook niemand te verwijten. Hè? Wat ik al zei, wij gingen ook hands-on die crisis managen. En dat gingen ze in de ziekenhuizen ook doen. En dat gingen ze in Den Haag ongetwijfeld ook doen. En dit soort dingen komt er dan. En mensen denken in eerste instantie, nou ja, kijk maar eens. Hè? Die verpleegkundigen, iedereen ging ervoor. Ze gaan er nog steeds voor. Maar je ziet wel nu... kost meer. Het kost meer. Ja. Vermoeidheid, ziekteverzuim, burn-outs. Ook wel onbegrip als maatregelen versoepeld worden aan hun kant. En aan de andere kant van de samenleving, mensen die niet meer begrijpen dat dit nog zo lang moet duren, want hun eigen bedrijf. Hè? Dus die aandacht voor de gevolgen en het gevoel in de samenleving, dat zie ik wel dat meer wordt meegenomen. Maar dat is niet wat u betreft te laat gekomen. Dat u zegt, daar had heel veel voorkomen kunnen worden als we dat iets eerder in beeld hadden gehad. Nou ja, dat weet ik niet eens. Kijk, ik denk wel dat we eerder... wat ons bijvoorbeeld wel heel erg is overvallen, maar ik denk wie dan niet, is toch het sluiten van de scholen de tweede keer. Vooral de eerste keer denk ik ook dat toch iedereen dacht, ja, dan is dat maar zo en dan gaan we dat maar zien. De tweede keer heeft ons enorm overvallen. En toen heb ik ook wel gedacht, maar we hebben toch heel erg gezien wat het ook heeft gedaan met kinderen in die eerste fase. En dan juist de kwetsbare kinderen, waar ouders geen laptop konden aanschaffen, waar ze klein behuisd zijn en met z'n drieën aan de keukentafel zitten. Misschien nog in het slechtste geval, als je naar onze doelgroep kijkt, kinderen van ouders die het zelf psychisch niet zo makkelijk en stabiel hebben. Zijn we die kinderen niet een beetje vergeten? Hè? En is dit in de balans wel het beste wat we moesten doen? Toen heb ik me dat wel afgevraagd. En toen hebben we ook wel van ons doen laten horen. En gezegd van, dit is wel heel zonde. Maar wat er ook niet is gebeurd, dat kan je daar weer naast zetten, is dat er in die tussentijd, hè, tussen de eerste lockdown, het openen van de scholen en de tweede lockdown, dat er ook onvoldoende is nagedacht over hoe kunnen we het veilig openhouden. Ja. Dus ook hier zitten weer twee kanten aan hetzelfde verhaal. Wij waren er ook door overvallen. Maar de scholen, denk ik, waren ook nog niet voorbereid. Nee, om het dan op een goede manier open te houden. Want als ik kijk naar wat er de laatste tijd het meeste in nieuws is geweest, dan gaat het toch wel echt over de jeugdzorg. Dat er heel veel berichten zijn dat daar een enorme toename is. Dat er te lange wachtlijsten zijn. Dat niet iedereen op tijd geholpen kan worden. Ook om dat nogmaals concreet te maken. Wat gebeurt er met mensen die niet op tijd geholpen kunnen worden? En over hoe groot is die toestroom? Over hoeveel mensen hebben het dan? Ja, we hebben het wel, als je het over een landelijk beeld krijgt, hebben het wel over volgens mij wel een aantal duizenden jongeren. Ja. Maar dat zijn hele grote regionale verschillen. Dat moet ik daar echt bij zeggen. Mm-hmm. We zien in de Randstad zien we dit heel erg heftig. Ja. In Amsterdam bijvoorbeeld. In Rotterdam, Rijnmond. Maar we zien het ook wel in het oosten van het land. Daar zien we wel echt hele serieuze problemen. Wat je hier ook wel ziet, zijn eigenlijk twee dingen die bij elkaar samenkomen. Ja. Je ziet de effecten van een coronacrisis. Mm-hmm. En dus, en jij vroeg ernaar, hè, van wat gebeurt er nou met mensen als ze nou niet op tijd geholpen worden? Nou, vaak verergeren de klachten dan. Mm-hmm. En dan wordt het ook heel vaak moeilijker. En dan duurt het langer voordat ze weer op de been zijn. Hè? Ja. Mensen met depressieve neigingen of suicidaliteitsklachten. Ja, als die laat geholpen worden of niet gehoord worden en ze doen een poging en die lukt niet, dan heb je toch wel meer te doen dan wanneer je die signalen veel eerder oppakt en denkt, deze jongen of dit meisje of dit gaat niet de goede kant, we moeten gaan hulp zoeken. Hè? Dus dan ben je net wat meer voor. Maar vaak doen mensen dat ook niet. Hè? Dus je ziet dus dat de klachten verergeren. En dan komt het op een punt dat het niet meer gaat. En dan wordt het een crisisopname. Mm-hmm. Die opnames die zien wij dus enorm stijgen. Bijvoorbeeld tot 60% of 100% bedbezetting. Zo heet dat dan zo mooi hier in het Amsterdamse. En je ziet ook dus dat die klachten dan erger zijn. En dan komt er nog iets anders bij. Dan hebben we die kinderen of adolescenten in een crisissituatie hopelijk opgevangen. Soms moeten we ze ook doorsturen naar andere delen van het land. Mm-hmm. En dat wil je als ouders natuurlijk niet. Nee, dus je kind ver weg gaat. Kom op, hè? En het is er al niet best mee. Nee. Dus dat is één. Maar dan zie je vervolgens, na die 3 dagen crisisopname, dan moet er een vervolgtraject ingezet worden. En dan wordt het ook moeilijk, want daar waren wachtlijsten. Ja. Dus hier komt iets anders achter vandaan. We hebben natuurlijk nu 5, 6 jaar... is de jeugdzorg is gedecentraliseerd, is overgegaan naar de gemeente. En we hebben in de afgelopen jaren gezien dat er heel veel misschien van geprofiteerd hebben, maar de grote instellingen die dit soort complexe zorg
verrichten. Dat zijn onder andere ook mijn leden. Die hebben daar helemaal niet van geprofiteerd. En hebben eigenlijk moeten inleveren. En je ziet dus dat daardoor de wachttijden enorm gaan oplopen. Want ja, daar is te weinig geld aan besteed, zou je kunnen zeggen. Nou is die jeugdzorg ook met een bezuiniging overgegaan. Hè? Dat is natuurlijk ook de paradox van het decentraliseren. De overheid decentraal kan het wel goedkoper. Dat is natuurlijk eigenlijk heel wonderlijk. Terwijl we ze heel weinig instrumenten in handen geven. Dus hier komt bij elkaar die coronacrisis en een extra effect op de jeugd. En het feit dat eigenlijk de jeugdzorg al verstopt zat. Ja, dus een opeenstaat. Maar dat heeft, als we het hebben over, we hebben natuurlijk de hele tijd over het kost levens. Maar dat zou je in dit geval ook wel kunnen zeggen. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, en dat is echt ontzettend verdrietig. Want kijk, wat er ook gebeurd is, we hebben ook gezien, nou ja, volgens mij waren daar pas ook nog wel een aantal uitzendingen over in Nieuwsuur. Nou, het is volop in de media geweest. Dat ook mensen op crisisdiensten zeggen, ja, ik moet kinderen helaas terugsturen naar de huisarts. Mm-hmm. Ja, we weten dat die ze niet kon helpen. Nee. Dus wat dan, hè? En met even in een crisisopname gestabiliseerd zijn, ben je er dus niet. Nee. Dan ben je 3 dagen misschien even geholpen. Geholpen, maar niet voor een langere termijn. Nee. Ja. Dus er moet echt structureel iets gebeuren. Los van heel corona aan zeg maar het oplossen van de verstopping daar in de jeugdzorg. Ja. En dat was al natuurlijk iets waar we mee bezig waren. Maar hier hadden we natuurlijk ook niet op gerekend. Nee, en als we dan toch proberen om te kijken van ja, want het gaat natuurlijk over dat er heel veel mensen dan in die crisis situatie terechtkomen, maar je wil natuurlijk eigenlijk dat ze daar überhaupt niet komen. Wat is op de korte termijn iets wat de politiek dan kan doen om jullie of om de GGZ daarbij te helpen? Want zou dat dan, stel dat de scholen nog veel meer open zouden gaan of bijvoorbeeld universiteiten open zouden gaan, denkt u dat dat dan direct een gevolg heeft voor deze groep? Nou kijk, wat er moet gebeuren zijn een heleboel dingen samen. Ik denk dat als kinderen weer naar school gaan, en dat doen er een deel van de kinderen al, hè, straks de universiteit ook open gaan, ga dan vooral ook zorgen dat je het gesprek met die kinderen aangaat. Ja, dus daar ligt een oproep ook voor docenten om dat gesprek aan te gaan. Ja, en wij, en ik vind ook, wij mogen ook naar onszelf kijken, hè, als GGZ-sector, wij mogen ook onze hulp daarin aanbieden. Ja. Want daar waar we nog kunnen voorkomen, is dat voor ons ook een lief ding waard. In de eerste plaats voor de mensen zelf natuurlijk. Ja. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat we die wachtlijsten niet nog verder op laten lopen. Sterker nog, ze moeten naar beneden. En dat geldt eigenlijk in de totale GGZ, hè, want we hebben het nu over jeugd. Maar eigenlijk, als je het over het volle spectrum ziet, er komen straks nog wel wat mensen aan die ook aan de beurt zijn, hè, en die graag geholpen willen worden. Maar wij kunnen niet, we hadden al voor corona hadden we wachttijden. Nou, dat die wordt er niet beter. Korter. Nee. Nee, en we hebben dus we moeten ervoor zorgen dat we dat stelsel iets anders gaan richten en dat we gaan organiseren dat aan die voorkant van de, noemen wij dat, van de zorg, dat we of aan preventie gaan doen, dus proberen te voorkomen, het gesprek aangaan, de scholen te instrueren en te helpen, materiaal aanreiken, werkgevers net zo hard als zij mensen in hun bedrijf hebben die kwetsbaar zijn op dit gebied, ze te laten helpen en niet meteen tot een medische vraag proberen te laten zijn. Hè? Nee, dus er moet meer op de preventie komen en meer op de weerbaarder maken misschien van mensen. Ook, en ook, ik denk het integraal samenwerken met gemeenten. Kijk, je ziet vaak dat mensen, en dit komt hier ook achter vandaan, vaak mensen ook met een psychische kwetsbaarheid vragen hebben op meerdere levensdomeinen. Hè? Dus die hebben ook vaak schulden. Ja. Hebben misschien ook nog wel ergens een verleden in de verslavingszorg. Hebben relatieproblemen. Nou, enzovoort. Hè. Het is logisch dat als je dan voor een depressie wil gaan en die moet behandeld moet worden, dat op zichzelf niet eens zoveel helpt als je de onderliggende symptomen en factoren niet aanpakt. Nee. Dus veel meer zullen wij dan ooit, en daar helpt deze crisis denk ik wel in, is in dat besef, zullen wij samen met partijen zoals gemeenten, zoals met huisartsen, de wijkteams, die zorg aan de voorkant zo moeten organiseren dat ook eigenlijk andere zaken worden opgelost. Je ziet dat nu in Utrecht bijvoorbeeld, daar doen ze dat heel goed. Hè? Daar zien ze, zeggen ze, nou ja, als je na 2 jaar je schulden niet hebt afbetaald, dan nemen wij het wel over.
Ja. Want anders kom je er helemaal nooit meer uit. Maar ja, ik weet niet of iedereen dat collectief kan doen. Maar wat ik wil zeggen is dat wat we moeten proberen is daar waar dat nog kan, de hulpvraag niet meteen een medische vraag te laten zijn en mensen op een wachtlijst te laten belanden. Want daar worden ze echt niet beter van. Nee, maar dat klinkt wel als een heel groot plaatje. En het is natuurlijk zijn een aantal dingen die u noemt zijn dingen die voor corona ook al natuurlijk problematisch waren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het is natuurlijk wel op de politieke agenda veel in de belangstelling geweest. Maar we zitten nu ook nog met een niet nieuw kabinet. Heeft u het idee dat er op de korte termijn dat daar iets aan kan gebeuren? Dat er verandering mogelijk is? En zo ja, waar zit dat dan precies? Nou ja, ik snap dat het een complex plaatje is, maar het is ook iets wat natuurlijk al heel lang speelt. Zeker. Nou, ik denk dat partijen ook heel veel zelf kunnen. Ja. We hoeven niet voor alles naar Den Haag te kijken. Nee. En laten we dat ook nog maar eens vaststellen. En het is ook niet altijd alleen maar een kwestie van geld. Nee. Dus zo ligt het ook wel. Hè. Dus, maar wij hebben natuurlijk een agenda neergezet waarin we zeggen, Den Haag kan het ons wel een stukje makkelijker maken. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld aan de voorkant die zorg beter te organiseren. Om makkelijker, nou ja, met al die professionals die om zo'n patiënt of om een persoon heen staan, een hulpvrager heen staan, om die te helpen. Mm-hmm. Om niet te denken, oh, dat is niet mijn werk, dat mag ik niet doen. Dus nou, dan stopt het hier en dan verwijs ik je maar weer door. Hè? Ja. Dus nou, daar kan de overheid ons bij helpen. Maar wij kunnen natuurlijk zelf ook best de handen uit de mouwen steken. Dat doen we ook wel. Om instrumenten te maken, scholen ontvankelijk te maken. Maar dat, weet je, dat, dus wij, en daar zijn we ook al wel mee bezig. En je voelt ook wel dat daar nu ook de geesten rijp voor zijn, hè, om dat op te pakken. Maar een steuntje in de rug van de Rijksoverheid hebben we zeker nodig. Hè, dus we kunnen zelf veel. Vooral samen met onze partners in het sociaal domein denk ik dat we daar een enorme klus te klaren hebben. Nou, feitelijk moet je weer opnieuw dat hele sociale contract wat je met elkaar hebt in de samenleving opnieuw vaststellen, ook na zo'n decentralisatie van. Wat bedoelt u met een sociaal contract? Nou, van wat ik daarmee bedoel is dat we veel beter definiëren wie welke rol heeft en wat iedereen kan. Ja, dus we hebben ooit bedacht, bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de jeugdzorg, dat doet de gemeente en die hebben daar dan ook verstand van. Mm-hmm. Maar misschien moeten we dat even hernemen en moeten we herijken of dat echt zo is. Niet om het dan terug te geven aan het Rijk, maar om veel beter te zeggen van God, wat kunnen wij er samen aan doen? Dat gesprek moet veel gezamenlijker gevoerd worden en niet langs elkaar heen werken. Ja. Ja, dus we hebben dat ooit met elkaar zo bedacht. Het past niet in de praktijk. Nou, dan wil je niet zeggen dat alles terug moet. Maar we moeten het wel even opnieuw uitlijnen, denk ik. En is dat nu dat de crisis er misschien afgelopen jaren ook voor gezorgd heeft dat het een soort wake-up call was en dat we dachten dat jullie ook voelden van ja, dit is het moment om verandering aan te brengen? Tuurlijk. Dat heeft zeker versterkt. Hè. Dus rondom de jeugdzorg hadden we dat beeld al heel erg sterk en hoefden we niet nog veel te hebben. En konden we dit er eigenlijk niet bij hebben. Dat kan ik je echt wel vertellen. Maar rondom dat hele samenwerken met partijen, dat was wel al iets wat we stevig op de agenda hadden. Maar wat je wel merkt is dat toen in het begin de coronacrisis uitbrak, mensen ook in één keer die schotjes allemaal lieten vallen. Omdat iedereen dacht, nou, dit gaan we te lijf. En toen dacht ik, zie je wel, het kan dus wel. Ja. We kunnen dus heel erg goed met elkaar samenwerken, als iedereen het maar wil. En dat zouden we moeten vasthouden. En daar waar dat niet vanzelf gaat, zouden we dat volgens mij ergens of in wet en regelgeving of in afspraken met elkaar opnieuw moeten vastleggen. Dus we kunnen het wel. Ja. En heeft u een paar keer gehad over dat u zegt, ja, de klap voor een deel komt nog. Dus er zijn ook, er is nog heel veel zorg die eraan zit te komen. We zitten ook met z'n allen een beetje richting dat einde van die crisis te kijken. En er wordt veel gezegd van, nou, als iedereen eenmaal gevaccineerd is, dan zijn we er ongeveer wel. Als u vanuit uw blik daarnaar kijkt, denkt u dat dan ook? Of zegt u, ja nee, daar komt dan nog heel veel aan? Nou, dan denk ik dat ook. En ik denk dat anderen ook. Want ik denk dat er heel veel mensen heel blij zullen zijn en de draad weer kunnen gaan oppakken. Ja. En dan met de ondersteuningsmaatregelen, zoals op scholen en zo, kunnen we denk ik best een heleboel doen. Hè? Ja. Maar er komt ook nog een heleboel verborgen leed achter vandaan. Als we straks zien. En wat is uw grootste zorg dan? Nou, mijn grootste zorg is dat we het dan te snel vergeten zijn. En dat we er dan geen aandacht voor hebben. En dat we weer overgaan toch tot de orde van de dag. En dat we datgene wat we nu zo hebben opgebouwd, namelijk dat het gewoon is om over je mentale gezondheid te spreken, dat misschien toch weer snel naar de achtergrond gaat verdwijnen. Ja. Dus dat
ik hoop dat we dat met elkaar vasthouden en ook in zekere zin dat het stigma eraf is. Hè? Het stempel van als er iets met je is op het gebied van mentale kwetsbaarheid, nou dan weten we het allemaal niet zo goed. Ik hoop dat we dat vasthouden, maar ik ben er ook een beetje bang voor dat we net zo goed als dat we straks onze mondkapjes afdoen, dat dat na een paar dagen ook weer gewoon is om dat niet te doen. Ja. Dus daar zullen wij ons best voor doen om dat op de agenda te blijven houden, maar ook aandacht te vragen voor de nasleep van de coronacrisis, hè, als de IC-bedden niet meer vol liggen. Nee, dus dat dan daarna elke dag in de krant moet staan bijna. Nou ja, voor mij hoeft het niet per se elke dag in de krant te staan. Mm-hmm. Als we op ons werk, als we op al die levensdomeinen er maar aandacht voor hebben. En als we het gesprek er maar over kunnen voeren. Als we daar in Den Haag ook maar gehoor voor vinden dat het misschien soms wat lastiger gaat. Of dat wachttijden wat verder oplopen. Of dat de samenleving misschien wat begrip heeft voor mensen die een beetje verward zijn. Want dat hebben we nu ook niet, dat vinden we gek. Ja. En hoe kunnen we ons daar nu voor op dit moment in de crisis het beste op voorbereiden op de zorg die daarna nog nodig is en die nog moet komen en dat genoeg op de agenda te krijgen? Nou ja, wij kunnen dat doen natuurlijk door daar telkens aandacht voor te vragen. Maar ik denk ook dat als iedereen nou om zich heen en voor zichzelf bedenkt, hoe gaat het met mij, maar hoe kan ik me voorstellen dat het met een ander gaat? Hoe kan ik me voorstellen dat het met mensen die al tijden mantelzorg hebben moeten verlenen, hoe kan ik me voorstellen dat het met hen gaat? Als je iets van empathie hebt, dan zul je dit heel snel kunnen voorstellen. En ook zie om, hè? Ik bedoel, in die persconferenties wordt er dan heel makkelijk gezegd, stuur eens een kaartje of telefoon. Dat is niet genoeg. Nee. Maar ga dan ook gewoon weer langs. Vergeet dat niet te doen en vraag door. Ja. Ik denk dat als je weet dat mensen het moeilijk hebben, loopt er niet met een enorme boog omheen, maar vraag door. Ja. Dat kunnen we doen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ik hoop dat u het interessant vond. En voor meer afleveringen in de serie De Open Samenleving kunt u op onze website kijken. Dankjewel.